Nou, daar zijn we. Deel 1. Vanmiddag vertrokken. Onderweg naar Italië naar een trainingskamp. En ja, dit doet echt nog niet denken aan een fietskamp hoor. De auto's hier, onder de sneeuw. We hebben net hele stukken echt heel langzaam moeten rijden. Het was echt koud. Maar in Italië wordt altijd alles beter natuurlijk. Dus we gaan het zien. Nu eerst het bed in, morgen verder. We zijn onderweg. Kaltern, net vertrokken uit Neu-Ulm, waar we vannacht geslapen hebben. De eerste 7 uur gisteren gedaan in het donker. En ja, het is fantastisch vandaag. Overal sneeuw, we hebben 5 centimeter sneeuw van vooruit moeten halen. Dat is natuurlijk van de zot als je denkt dat je gaat fietsen. Skiën is leuk, maar fietsen met dit weer, ik weet het nog niet. We gaan het zien. Nou, we zijn onderweg. We gaan fietsen, maar het is er nog niet echt weer voor. Het is wel fantastisch om te zien. Het uitzicht is geweldig, maar ja, sneeuw en fietsen, ik weet het nog niet. Welkom in Oostenrijk. Caldaro of Kaltern, alles hier is hier in het Duits en het Italiaans en we zijn er. Haus am Hang, Alpecin, de boog staat al. Mooi, ze hebben een BMW klaargezet. Ik denk niet dat die voor mij is, maar het zou wel leuk zijn. En natuurlijk, kijk, Duitsers nemen altijd hun caravan mee natuurlijk. Hè? We zijn er. Even een blik in de garage waar Olly bezig is om al onze fietsen gewoon helemaal in orde te maken voor de week. Nou, daar zijn we dan op de kamer. Ik kan beginnen, Italië. De meeste rijders druppelen intussen binnen. Tijd voor pasta en even lekker achterover zitten. Italië, bergen. We zijn er. En eigenlijk alleen nog maar gepraat over fietsen. Hi. En dan is het natuurlijk ook gewoon super om even de garage te filmen. Wat staan hier ongelooflijk veel fietsen. Gave fietsen, mooie fietsen. Onze fietsen, die zijn natuurlijk het belangrijkste van de hele week. En iedereen legt ze dan ook vast op film en video. Natuurlijk kom je allerlei dingen tegen. En dan staat deze fietsen. Stoere fiets, maar kijk naar het stuur. Facebook wel iets gezien, maar... Het dubbele stuur. Heel apart. Wel heel gaaf hoe het overloopt in de rest van de fiets. Een hele stoere fiets. Maar dat dubbele stuur is wel echt iets apart. En als iedereen binnen is, dan is het tijd voor eten en natuurlijk meer spullen van sponsoren. En een hele week fietsen. Maar daar komen nog meer filmpjes over.